Thank you.
Goedenavond, welkom in Leiden. 5 mei al. Nederlands team, tegenwoordig gepromoot onder de naam Orange Lions. Spelen een oefenwedstrijd tegen Groot-Brittannië. De tweede oefenwedstrijd op Nederlandse bodem in de campagne naar het Europese kampioenschap in Zagreb. En omdat wij ook veel Britse kijkers hebben via onze YouTube-stream, zal ik ook af en toe het woord aan iedereen richten in het Engels. Dus bij deze, good evening everyone watching in on YouTube to the Dutch Lions, Orange Basketball. And especially very warm welcome to those rooting for Team GB overseas. Or maybe even on Dutch soil. Team GB is in Leiden, not far from the Dutch coast, the west coast of course, and they're playing the Dutch national team that we have seen play on tournaments in Italy. They also went to Iceland before, and they had the first game against Illinois, the Fighting Illini, 2 days ago in Rotterdam, which they won quite easily. People are asking for the stats. I'll put the link in the comment box on YouTube. Just a second. There you go. Okay, so we'll focus, if you don't mind, on the Dutch team. They started with Schaftenaar, Kirazi, Kloof, Norel, and the captain Arvin Slachter. And patient offense, as we are accustomed to, and first misses by Henk Norel, who is playing in Zaragoza in Spain. He is the most high-profile player on the team, at least on paper. And we'll see what the Brits will do. Well, half-contested jump shot, misses, and pushing the ball up is Arvin Slachter. Kirazi to Schaftenaar, over to Kloof. Kloof, who will play in Greece. And that's a miss by Schaftenaar, who has been hot from three the last couple of games. He is a seven-footer who can shoot the three. And looks like a foul, yes, by Charlon Kloof. Kloof, who did really well in Turkey in the second division, was the top scorer of his team there last season. And he is moving over to Greece, where Schaftenaar, number 13, the big blonde, is also playing. So it looks like Wilco has found the stats via the YouTube chat. So of course we have our stats crew here as always, Carl Adenos scouting. And Saunders will inbound it. Can find the open man inside, goes outside. Swings it around, gets it back, launches a three. Ooh, yeah, quite short, quite a bit off, and Slachter's trouble controlling the ball over to Kirazi. Well, Holland will try a three, and Slachter, yes. That's the first score of the game. It's his first score, and Holland is leading 3-0. Hart for three. Nope, another miss. The Brits have so far getting having trouble to get inside. Forced to take long shots, and not much of a chance to get the rebound. So one opportunity and a few misses. Ball will go back to Holland. It's the second foul of the game. Number 13 on the scoreboard for Britain. And let me get the draft copy of the stats to have all the names. Joe Hart with the foul for the Brits. Inside to Norel. I think he'll go 1-on-1 there. Yes, a little jump hook. Well, stay short with it. He's not been really lucky scoring-wise so far. Holland played a lot of games, a lot of friendlies already. Three in Italy. They played in Belgium, twice in Iceland, and already once in Holland. Another long shot, another miss. It looks like the Brits started out about 0-for-5. Well, Holland not scoring a lot either. It's Norel in the post again. But we'll have to see more movement. Kirazi pulls up. Well, odd-looking shot. And of course, it misses. Wax Max, thank you. Well, you're welcome. Good to have you tune in watching our live stream. We'll have live streams tomorrow as well. Britain against Portugal, and also we expect to have one on Sunday
when Portugal will face the Dutch. Clark, working inside, gets open. Yes, nice score. He lost Schaftenaar there in the low post. And I'm just assuming and looking at all my readings and all my meters that the audio is understandable. If not, please comment on the chat if you have any comments or suggestions or criticisms. Oh, that's a good pass inside. Schaftenaar got open for a minute, but then took his time. Oh, difficult jump hook over his right shoulder, but he banks it in. And it's 5-2. Holland up by 3. And we have a Dutch officiating crew here tonight. And one of the refs, Antio Sinterklaas, he will be representing the Netherlands in the EuroBasket as a referee. Of course, he will not be in Zagreb because that's where Holland will play. Long 3. Yeah, badly off to the right again. And that was a shot by Dan Clark. Inside close. Very nice. Great move. Yeah. Well, we don't see a lot of fast basketball, but well, missed three-pointer and a long rebound. And it's 7-2 for the Dutch. And, well, I have some people asking if we can speak Dutch. That's, think I'll have to mix and match a bit. Maybe switch over back to Dutch. And then give a summary during the timeouts in English if I can be so sharp and can be alert enough to do that. So switching back to Dutch, and I'll just keep an eye on the chat. Ja, dames en heren, in Leiden, 5 punten voorsprong het Nederlands team. Ik weet niet of iedereen het Engels machtig is, of misschien is mijn Engels gewoon wel super slecht, maar even de vraag om Nederlands te spreken. Maar ook, ja, we hebben heel veel kijkers momenteel in het buitenland. Natuurlijk ook Britse supporters, maar ik zie ook iemand nu, als ik het goed zie, ik gok op Tsjechisch reageren. Maar goed, voorlopig in het Nederlands en een snelle uitbraak voor de Engelsen. De Britten moet ik natuurlijk zeggen. En weer een driepunter. Ja, nu valt hij eindelijk goed. Nummer 14. Dat is Will Saunders. En het is 7-5, twee puntjes voorsprong voor Nederland. Zo, so, ja, yeah. Nou, nu hebben we een discussie in de chat of het Nederlands of Engels moet zijn. Maar goed, uiteindelijk gaat het om het Nederlands team, dus ik zal het voornamelijk in het Nederlands doen. En af en toe samenvatting geven in het Engels. Don't worry, friends, I will give summaries in English. But, the supporters of the national team of Holland... they don't all understand my English, so I'll continue in Dutch and then come back to you during timeouts and breaks to give you a little heads up in English. Hart gaat eruit. Ook de nummer 10 is inmiddels uit het veld. Dan Clark bij de Britten. Nederland heeft de bal met Slachter naar Norel, Schaftenaar, Kirazi. Inside Norel, ja, nu wel vrijgekomen. Even niet gezien door Kirazi. Mooie give and go. Ja, bal weggetikt, legaal, maar over de lijn. Geen fout. Het is hier een vol huis in Leiden. Beide tribunes zitten volledig vol. En ook langs een van de kopse kanten zie ik een hele hoop supporters staan. Terwijl aan de andere kant iets meer ruimte is voor de rolstoelers. En een schotje van Schaftenaar over de ring heen. Oeh, 7-5 voor Nederland, dat nog wel. En een tweepunter, ja, nummer 12, Young. Dat was Alex Young. 7-7. Nu toch een paar schoten die beginnen te vallen voor de Britten. Clove inside tegen drie man. Ja, hele moeilijke bal. Krijgt geen fout mee. Had dat misschien wel kunnen krijgen, maar was ook eigenlijk niet verdiend. En een break turnover. Ai. Ja, snelheid was goed, maar aan de verkeerde kant ingepaast. Paas kwam niet aan bij de nummer 9. Robert Gilchrist. En er wordt gevraagd in de chat naar de stand. Het is 7-7. En een andere vraag. Wie er meespelen bij de Britten? Devon van Oostrum, de man die in Groningen geboren is. Hij is er niet bij. Voor mij, en dat zal ook liggen aan mijn eigen voorbereiding, weinig bekende namen bij de Britten. Turnover tussen Slachter en Schaftenaar. De Britten nemen over en proberen weer tempo te maken. Contact gezocht inside. Niet een call meegekregen. Nicolas de Jong. Ja, pakt de bal. Nu
Nico de Jong in de selectie zit, nog steeds. En Jason Dourisseau niet meer. Kan het nog steeds dat Nico de Jong, Nicolas, die punt op de slag gaat mis, dat hij meegaat naar Zagreb. Want hij is de enige momenteel met een, in ieder geval voor de FIBA, een dubbele nationaliteit. Kirazi wordt gewoon gezien als puur Nederlander tegenwoordig. En ook Cunningham, alhoewel Cunningham dus al afgevallen is. Ja, we hebben natuurlijk twee de Jongs. Bij Nederland een mooie acrobatische layup, atletisch gedaan, van de nummer 9. Weer Robert Gilchrist, die een side scoort. En het is 7 tegen 9. Nederland staat 2 punten achter. En het was 7-2 als ik het goed herinner. Dat betekent de 7-0 ronde voor de Engelsen en Van Helfteren gaat ingrijpen. Akerboom zal er straks inkomen. Net zoals Robin Smulders. De man die overigens ook een dubbel paspoort heeft. Hij heeft ook een Duits paspoort. Maar hij wordt ook gezien puur als Nederlander door de FIBA. Dat geldt dus niet voor Nicolas de Jong. De man van Cholet en de Proa in Frankrijk. Maar even zo'n speler mag je dus meenemen naar EuroBasket. En wie weet gaat het gebeuren. Maar er moet ook nog één speler afvallen. Inside weer naar deze de Jong. Of wie ik net op mooie jumphoek. Ja, soepel. Niet echt het contact opgezocht, maar wel goed afgemaakt. Dit is 9-9. De stand is gelijk. U ziet de schotklok in beeld. U ziet ook de gameklok. Ja, en Kloof brengt de bal op aan de zijkant. Eens kijken of Akerboom gezocht wordt voor de driepunter. Kloof zelf wordt half geblokt. Ja, wel mooi inside gegaan. Maar een beetje zelfzuchtig gespeeld. En ook niet zoveel uit zijn aanval gehaald. Wordt hier gevraagd wie er op het sheet staan. En het is inderdaad juist dat nummer 11, Thomas Koenis, niet bij mij op de scouting staat. En ik zal nog even dubbelchecken of hij inderdaad ook niet in het veld kan komen. De schot van Kloof is mis. Gaat het nu opnieuw rustig opzetten. Wordt even afgefloten. Ja, het is een fout, nummer 14 zo te zien. Als ik het teken van de scheidsrechter goed interpreteer. In Nederland heeft één teamfout. De Britten hebben er 4. Eens kijken of dit de 5e is of de 4e. Nee, dat was de 4e. Dus nog één teamfout voor de Britten. En het zal 2 maal worden voor de Nederlanders. En 3. Ja, oh ja. Fout uit het boekje zou je willen zeggen. Fout op de 3-punter op Kees Akerboom. Niet zo heel slim, want de kans is groot dat hij gewoon 3 maal nu gaat scoren. Ja, misschien was de 3-punter er natuurlijk ook wel ingegaan. Maar bijvoorbeeld afgelopen woensdag in Rotterdam, in het topsportcentrum daar in de bovenzaal, wilde dat totaal nog niet lukken bij Kees. 1 op 8 zeg ik even uit mijn hoofd. Dat is een score van Akerboom. Nog 2 ballen te gaan. Ja, feilloos. Ja, als je kijkt met iemand zo'n lange carrière en eigenlijk altijd nou, misschien wel boven de 90% vrijworpen of daar heel dicht in de buurt. Dus, Kees Akerboom. 12-9, 3 punten voorsprong voor de Orange Lions. En de Britten, inside-outside spelletje. Ja, drive. Komt nu weer niet ver, leek me lopen, wordt niet gegeven. Ja, weer een 3-punter. En Kloof, ja, gaat naar de bal toe. Ja, leek mij niet echt een fout. Ze gingen allebei naar de bal. Maar Kloof krijgt de fout mee. Gefloten door Antio Sinterniklaas. En voor English viewers, 12-9 indeed. 12-9 lead voor de Dutch. If I have some time, I'll put the score in the picture. All the time, so that you will always know what the score is. For now, we have the shot clock and the game clock. Already see people predicting that Holland has to win, but well, it's only a 13-9. Kloof maakt dus de vrije worp. De teamfouten beginnen nu op te breken voor de Britten. 14-9 komt de wissel aan, Leon Williams. En Kloof gaat eruit. Kloof die ook geruime tijd in Suriname actief was. Er zijn een aantal hele leuke filmpjes op YouTube over te vinden. Iemand die heel wel bespraakt is. Intelligente speler en intelligente man lijkt het, Shalom Kloof. Zat 4 op college bij St. Bonaventure in de NCAA Division 1. De school waar onder andere Peter van Paasen gestudeerd heeft. Over Peter van Paasen kan ik u vertellen dat er een lang interview deze week met hem in de Margriet staat. Ja, geloof ik niet.
Peter van Paassen. Heel fraai portret van hem en zijn gezin. De bondscoach ook van het 3-3 basketbal, als ik mij niet vergis, Peter van Paassen. De bal is voor de Britten op de baseline. Inside, dat mag natuurlijk niet. Vastgehouden die man. Ja, daar heeft Akerbom geluk. Zat niet op te letten. 2 minuutjes te gaan, nog 14-9. Akerbom. En Donovan Williams, die moet het gaan opzetten, wordt natuurlijk gezocht naar Akerbom. Dat zag je al aankomen. En ja, dat doet hij steeds beter. Hij neemt geen genoegen met de 3 punten, maar als het kan, dan stapt hij richting de elleboog. Voor een makkelijke schot natuurlijk, 16-9 voor Nederland. Begint aardig te lopen. En inside contact gezocht en afgemaakt door de nummer 5, Teddy Okiri voor. Okiria 4 heb ik hier in ieder geval op de scouting staan. Doet mij denken aan Okafor, een NBA-speler. En het zou zomaar eens een Nigeriaanse naam kunnen zijn. En ondertussen zien wij Smulders in de post met een jumphoek. Ja, mooie bal. Mooie bal voor de Smulders. Soms moet je even opletten, want hij heeft al iets weg van Henk Noël. Natuurlijk qua lengte, maar ook de lichte haren. Maar dit was toch wel degelijk Robin Smulders. Communiceert nu met Nico de Jong. Nico de Jong die nog redelijk onervaren is, een jonge speler. Speelt al een paar jaartjes toch op het hoogste niveau in Frankrijk. En ja, velen kenden hem eigenlijk niet tot een aantal weken geleden toen hij bij de selectie kwam. Maar het is een nuttige speler. Ook iemand die eigenlijk een jumpshot opzoekt. Ja, weer een 3-punter mis bij de Engelsen. Zijn de laatste minuten gegaan. Het is 18-11 voor Nederland. Het is een turnover. Ja, dat is toch eigenlijk bijna een onafgedwongen turnover. Zonde. Dat wil je al zeker niet zien. Het was niet zozeer de verdienste van de verdediging. Man staat in sideline met 3 seconden. 15. Oh, mooie jumphoek met een hele fijne swish. Ik neem aan dat hij eigenlijk Zachary heet. Maar hij staat hier als Zach Wells. In Nederland zou hij dat niet doen, want er staat ZAK. Maar in Engeland, in Groot-Brittannië kan het. Een 3-punter van Akerbom, die valt niet. Ja, Willy de Jong zal altijd de rebound ingaan. En jaagt nu ook de guard. En, oh, afgefloten. Nee, geen basket, lopen. De score zit wel, maar telt niet. Dus het blijft 18-13. 18-13. 18-13 with a lead voor de Orange team. Leon Williams, de man die jarenlang bij Zwolle speelde en nu naar de Bos gaat. Een hele knappe move van SPM Shooters om deze man aan te trekken. Jonge speler met heel veel potentie. Goede leider. Oh, ja, heel mooi dat Akerbo nog die bal weggeeft. Ja, prima. Rewind. Oh, zonde. Smulders had de tip in aan het einde van het eerste kwart. Het is 18-13. Ik ga even voor u het scorebord in beeld zetten. En just shortly in English, it's 18-13, so 5-point lead for the Dutch. And well, we've seen Britain effective on the fast break or on the semi-fast break. But in set plays, they settle a lot, so they have to settle for outside shots, which don't really drop. Yeah, the refs are biased, I don't know, but there's 5 team fouls for the Brits and only 3 for the Dutch. We'll be right back. Ik heb een beetje tempo gemaakt. En dat denk ik.
Okay, we had a little game played, of course, during the timeout. One of the new sponsors of the Dutch national team is the automobile brand Kia. We gaan dus beginnen aan het tweede kwart van deze oefenwedstrijd op een driedaags. Nou, het is niet echt een toernooi, want er wordt geen eindwinnaar vastgesteld op zondag. Maar goed, toch een evenement met drie landen. Portugal was hier vanmiddag nog aan het trainen en zij spelen morgen tegen Groot-Brittannië. Nederland won de sprongbal, dus nu is de bal voor de Britten bij de middenlijn. Nederland speelt met Williams, Woody de Jong, Nicolas de Jong, Robin Smulders en Kees Akerboom. Waar ze ook het eerste kwart mee eindigden. DJ zet het orgel nog maar eens een keer aan, inside. Ja, goed verdedigd, ook niet een hele sterke move. Nederland neemt over, staat dus vijf puntjes voor. Inmiddels ziet u het scorebord ook in beeld. Op het sheet staan inderdaad, dat wordt net in de chat genoemd, voor de Britten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inderdaad maar 10 man. Bij Nederland zijn het er 12. Er is een selectie nog van 13. Degene die niet op het sheet is gezet is Thomas Koenis. De man die onder andere in Den Helder speelde bij Groningen en ook op het raak van de Britten. Hij komt naar Leiden toe, Thomas Koenis. De man van 2,10 meter. 18 tegen 16. De Britten zijn nog steeds in de race. Begin tweede kwart. In de 5 mijl in Leiden, waar het al tropisch was. Nog voordat er ook maar 10 mensen binnen waren. Laat staan nu met misschien wel een kleine 2000 man. 1500. Nederland heeft de bal terug uit de rebound. Williams krijgt de ruimte. Ja, die zal zelf gaan. Ja, wordt afgeblokt. Ja, had niet echt een plan om het schot af te gaan maken en ook niet een paaslijn waar hij gebruik van kon maken. Dus de Britten nemen over. Guide, ik neem aan dat je het zo uitspreekt. Je neemt een via Paul Guide. Het netje zit niet goed, maar valt nu wel weer netjes naar beneden. Maar dat komt niet omdat de bal er doorheen ging, maar de bal kwam op de ring. Birdie deal. Een hele mooie snelle score aan de andere kant. Ja. Als je hem laat rennen is hij natuurlijk op zijn sterkst. Zijn schot is niet helemaal zijn sterkste wapen. Maar zijn drives en ook zeker zijn breaks zijn dat wel. Alhoewel hij het toch even lastig had afgelopen woensdag tegen Illinois in Rotterdam. U heeft dat misschien op de YouTube filmpjes nog even kunnen zien. Maar pak nu wel de rebound. Birdie de Jong en zoekt weer de snelheid. Ja, probeert weer de bal te pushen. Coast to coast. Op een voet. Misschien was het ook geen voetbal. En waarschijnlijk niet, anders was er afgefloten. En dan drijft hij ook weer over de baseline. Oh, heel acrobatisch. Wildschot. We ringen voor de fout. Vraagt de fout bij Sint-Pierre-Niklaas. Krijgt hem terecht niet. En een professionele fout aan de andere kant van Kees Akerboom om de snelle break te stoppen. Nederland speelt dus in Zagreb. De eerste wedstrijd is op 5 september. In een sterke groep met thuisland natuurlijk, Kroatië. Maar ook met Griekenland, met een hele vloot aan NBA-spelers. En Slovenië, ook een sterk basketballand. Alhoewel het erop lijkt dat hun beste speler, Goran Dragic, van de Miami Heat niet mee zal spelen. En Nederland speelt ook tegen Macedonië, waar de bondscoach pas een paar weken geleden vervangen werd. Heel plotseling. En Nederland speelt verder tegen Georgië. Waar we onder andere Zaza Pachulia verwachten. Een NBA-speler met veel ervaring. Guide voor de driepunter. Nee, valt mis. De Jong zat weer goed bij de rebound. Ja, de schoten vallen absoluut niet bij de Britten, maar ze zijn toch nog binnen handbereik. En een driepunter van de Jong. Ja, op zich niet zijn sterkste punt. Hij moet op zich af en toe dat schot natuurlijk wel nemen om de verdediging eerlijk te houden, zoals je dat zou vertalen. Keeping the defense honest. Maar de bal valt niet. Dus de Engelsen weer terug. Inside. In-out. Guide weer. Gaat hij het weer oplossen? Nee, naar buiten. Lastige paas. Bijna stiel van de Jong. 7 seconden nog. Clark, 3. Ja, mooie bal. Mooie boog. Ja, 20 tegen 19. Ook bij Nederland vallen de schoten nog niet. En het publiek is opvallend stil. Moedigt niet echt aan. Zou misschien eventjes achter de ploeg kunnen gaan staan. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de Leienaars onder het publiek dat wel gewend zijn om af en toe eens even op te staan. Straks een liedje gaan zingen en zich laten horen. Schaftenaar. Nee, dat kon ik vanaf hier zien. Ik sta min of meer achter hem dat die bal net niet op koers lag.
loopt ook even niet bij Nederland. Schaftenaar, Kirazi, Leon Williams, Nicolas de Jong en Wordy de Jong, de naamgenoten. Maar geen familie van elkaar. Misschien hele verre familie. En ja, op de baseline gestapt. Jammer. Dan met oranje gele schoenen bij de Britten. Dat zou sowieso als prachtig moeten opleveren. Want het is echt de combinatie. Maar ik zou het in ieder geval niet gekozen hebben. Kloof gaat weer de bal brengen voor de Orange Lions. Hier ook een hele grote groep oud-internationals aanwezig in Leiden. Zitten hier vlakbij mij op de tribune. Zij hebben onder andere ja, een hele mooie passing start. En one, ja, prachtige bal van Schaftenaar. Ja, een hele goede bal. Goed vrijgekomen, goed aangepaast. Contact even afgewacht. Contact goed opgezocht. En ook de bal goed afgemaakt. Hij krijgt een bonusvrijworp. Kijk even voor u naar de instellingen van onze shotklok. Stand 4 punten voorsprong dus voor de Hollanders. Beter gezegd de Nederlanders. Het is 23-22. Dan Clark heeft 11 punten. Kijk even hier op onze scouting. Ja, dat is inderdaad wat het bord hier aangeeft. De nummer 10 van de Britten. 11 points. 11 points voor Dan Clark. Onder andere effectief van achter de driepuntslijn. Een speler die je misschien een klein beetje met ja, time-out. Een beetje het lichaam en de spelstijl van Roeland Schaftenaar. Deze Dan Clark bij de Britten. Ook met zijn, nou het zal toch wel richting de 2,10 meter gaan, in staat om de drie punten erin te gooien. En we zetten even het geluid uit vanwege de copyrightcontroles op YouTube. Zijn zo bij u terug. We're back after the music. Free throws. Vrijworpen voor Groot-Brittannië, nummer 12. Alex Jong. En zij komen gelijk, 23-23. Tweede is mis, stand dus nog steeds gelijk het nummer van Michael Jordan. Hoewel hij ook al een tijdje met nummer 45 speelde, als ik me goed herinner, toen hij net terugkwam van zijn sabbatical in het baseball. Organisatie van de Chicago White Sox. Shalom Kloof, Wordy de Jong. Ja, mooie drive. Ja, mooi vrijgemaakt weer naar buiten. De Schaftenaar, die heeft net de ruimte niet. 1 seconde, oh te laat. Nee, net op tijd. Oh, heerlijke bal van Henk Norell. Heerlijk. Ja,
publiek hier gaat staan en begint met oranje sjaaltjes te zwaaien. Want het was op het randje van de schotklok. Een mooie jumper van Henk Norel. En die challenge nu de nummer 12 van Britten, Alex Jong, die daar ook mist. En Rudy de Jong, een andere jong. Ja, mooie paas naar Kerazi. Oh, een harde fout. Een gewone fout, ja. Ja, oké. Okay. Er valt wel wat voor te zeggen. Hele goede paas van de jong. Jammer dat het aan de overkant niet kon worden afgemaakt. Graag gedaan, Jamie. We doen het grotendeels in het Nederlands. Voor mij ook net ietsjes makkelijker. Af en toe een mondje Engels voor de vele kijkers. Ik zie meer dan 300 mensen kijken. Over de hele wereld. Misschien ook wel toch wat scouts die zich een beetje willen voorbereiden op de groep waar Nederland in zit in Zagreb. En misschien al wel de teams die verwachten in Leiden te zijn. EuroBasket. En het zou natuurlijk een sensatie zijn als Nederland bij de eerste vier in de groep van zes gaat komen en dan door mag naar Leiden. Nou ja, de hoop is, en misschien is het een naïeve hoop, maar om Georgië te verslaan en Macedonië. Dat zou op papier nog enigszins mogelijk moeten zijn. En dan maar hopen dat die teams niet voor een sensatie zorgen, bijvoorbeeld op een laatste speeldag, door voor een sterk land te winnen. Aanvallende fout gegeven. Ik denk voor Gilchrist, nummer 9. Even kijken op het scorebord. Nee, nummer 13. Nummer 13, Joe Hart. En straks gaan staan, schat ik zo. Ja hoor. Ga staan als je voor Holland bent. Leon Williams. Goeie pick van de Schaftenaar. Die rolt af. Zal het schot niet nemen. Handoff naar Slachter. Die dreigt. Geen ruimte. Ja, goed. Weer naar buiten. Oh, bal denk ik net even aangetipt door de verdediger. Heel lichtjes. Misschien met één vingernagel. Maar toch. Nederland nog wel 4 punten voor. Dit, ja, bal kan zomaar inside. Maar toch wel heel veel mensen en niemand in de rebound. Een beetje te snel geschoten. DJ gooit even de tsunami erin. Dat werkt natuurlijk altijd goed. Even goed de beuk erin. Slachter helemaal naar de andere kant. Ja, oh, heel, heel slordig. Tsunami ruimt wel op Kerazi. Maar Kerazi ruimt even niet met Slachter. Ja, hij heeft zweethandjes, Mohammed. Vecht ze even af. Is recent naar de kapper geweest, want ik zag hem op een aantal foto's met een hele mooie grote haardos. Maar die is inmiddels gehalveerd. Scheelt wel weer een paar centimeter natuurlijk in de intimidatie. 4 punten voor Nederland. Ja, Britten hangen toch wel in de wedstrijd zonder echt heel goed te spelen. Maar hoe moeizame aanval. Hart is natuurlijk gevaarlijk, heeft al veel gescoord. Ja, Williams zat er heel goed tussen. Schotklok in de enkele cijfers. 3 punten maar weer eens een keer. Ja, uit de hoek. Ja, nu wel goed. Nummer 4, Paul Guidi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat zijn natuurlijk de korte driepunters. Het dichtste bij de ring vanuit de hoeken. Een spelletje wat je ook veel ziet bij de San Antonio Spurs en de Golden State Warriors. En natuurlijk wel bij heel veel teams, maar zij maken daar ook optimaal gebruik van. Schaftenaar nu een hele mooie driepunter. Ja, hij neemt ze graag een beetje zo... Ja, net niet in het midden en net niet in de hoek. Schuil daar tussenin. En daar is hij effectief Roeland Schaffenaar. Rebound voor Nederland. Kerazi heeft de bal nu wel. Hij past het door naar Slachter. Niet een hele lekkere paas, maar Slachter kan hem controleren. Door naar Schaffenaar. Nederland gaat het opzetten. 12 seconden nog op de shotklok. Schaffenaar. Draait zich erin. Had er iets meer van kunnen maken. Had toch een iets kleinere man op zich, maar Nederland verliest de bal. Ja, dit zijn aanvallen zonder natuurlijk turnovers. Je komt niet tot de schot. Great Britain, de Engelsen. En nog een aantal landen die daarbij horen onder de naam Great Britain. Die nemen de time-out, want ja, ze stonden op 23-23. En nu is het 4 punten achter. Ondertussen hier in de zaal... Even lekkere stapmuziek en zolang ik er overheen praat gaat het meestal met de copyright wel goed. Maar zodra ik dat niet meer doe krijgen wij waarschuwingen van het YouTube en uiteindelijk een blackout. Oké, hier in Leiden in de western part of the Netherlands. Not far from The Hague, Rotterdam and Amsterdam. It's a 4-point lead for the orange team, the home team. In a packed house. Three stands that were... available are all
completely full. And there were free t-shirts at the door, orange t-shirts. So that of course helps very well to get everything to color orange. Er is hier momenteel een film op het grote beeldscherm van de speelsteden Berlijn. Er wordt ook gespeeld in Riga, in Zagreb dus waar Nederland zit, en ook in Montpellier. De eindronde is in Lille, maar de eerste ronde is in Montpellier voor degene die daar spelen. Natuurlijk het Franse team op de EuroBasket 2015. De Fransen die wonnen 2 jaar geleden. Nou, onder andere een hele mooie wedstrijd, als ik me niet vergis, in de verlenging tegen Spanje. En zij zijn dus de verdedigende kampioen, maar Spanje is natuurlijk ook weer een van de allergrootste favorieten. Samen met ook landen als Servië bijvoorbeeld. Maar ook de Belgen die het zeer goed doen. Zij wonnen een oefenwedstrijd van de Grieken en verloren in Spanje maar met 1-4. We zijn weer verder gegaan in het tweede kwart. Goed trap. Norel, die het poosje niet gespeeld heeft, nu weer terug is. Gilchrist krijgt de bal. Nee, gaat niet ver. Weer een driepunter. Ja, een beetje een zwakte bot natuurlijk om uiteindelijk toch maar voor de driepunter te kiezen. Het levert vaak ook het minst op. Driepunters van de Britten. Helemaal in de hoek, schaft ernaar. Dat is wel zijn balletje natuurlijk. Oh, jammer, ja. De bal zat er al half in, maar... Terwijl Jannik Frank het veld in is gekomen. Ja, hij creëert graag, hij gaat graag 1 tegen 1. Het balletje lukt nu even niet. Als we kijken naar de topscorers, dan is dat met 8 punten bij Nederland. Hoeland Schaftenaar. En we zien nummer 12, Kees Akerbo met 5 punten. En bij de Britten, nummer 10 is dat dus. Onze vriend Dan Clark, de man van de 3 punten, met 11 punten. En 5 punten zien wij voor de nummer 14, Will Saunders. Clark weer voor de driepunter. Ja, hij mag ook lekker veel ballen nemen. Hij heeft wel in de dubbele cijfers gescoord, maar ook zeker qua schotpogingen. En die zijn bij lange na niet allemaal raak. We zullen waarschijnlijk nog 2 aanvallen krijgen in dit tweede kwart, deze eerste helft. De eerste daarvan is voor Nederland, Leon Williams. En nog weinig echt vloeiende aanvallen gezien. Eigenlijk van beide kanten. Nederland kan zijn stempel toch niet drukken. En dat begint toch ook een beetje in mijn ogen, ja, echt wel vanaf de guardpositie. Ja, mooie bal. Ja. Wel een beetje gewaagd als het niet loopt, maar aan de andere kant ook een heerlijk moment. En ik zei het al, hij neemt hem eigenlijk graag links of rechts van het midden, links of rechts van de kop. We zagen hem ook uit de hoek proberen, die viel even niet. Maar deze heerlijk erin. Hij zit inmiddels op 11 punten. Net zoveel dus als de topscorer bij de Britten, nummer 10 Dan Clark. Nou, nog even en ik begin de nummers van de Britten uit het hoofd te leren. Maar dat is waarschijnlijk pas zover en daar heeft u weinig aan als deze wedstrijd is afgelopen. Maar gelukkig het speakbriefje hier van de officiële FIBA scouting. Uiteraard binnen handbereik. De dweilers moeten even ingrijpen. Het is hier enorm vochtig. Ook wel buiten in Leiden. Maar, oh, een vechtpartij. Wow, wat gebeurde daar? Hey. Sam Jones die grijpt in. Leon Williams. Ik zag niet wat er gebeurde. Het was een heel raar moment, want er werd gewoon gedweild. En Sam Jones die vraagt om een beslissing van de scheidsrechter. Hij kwam eigenlijk verder van de bank af dan Toon van Helfteren. De andere spelers blijven netjes op hun plek. Het was zelfs even schrikken. Het publiek valt helemaal stil. Ja, nummer 9 krijgt een fout. Gilchrist was oorlog aan het maken. We zagen ook waar we zelf bij waren in Antwerpen. De wedstrijd in de Lotto Arena bij het Sportpaleis tegen de Belgen. Een paar opstootjes. Williams krijgt die bal er niet in. Het is een gewone P.
Petje wordt weer even terecht gehangen. Ik heb het idee dat er niet meer netjes zijn geplaatst. En die zijn nog wat stug. Ja, bal gaat weer mis. Ja, beide gemist. Het is toch een beetje van de leg blijkbaar. Onze vriend Leon Williams. Lange netjes zijn waarschijnlijk hier geplaatst om het spel te vertragen. Geloof het of niet. Maar teams die ze snel willen spelen kiezen voor wijde en korte netjes. En teams die langzaam willen spelen kiezen voor lange netjes waar de bal langzaam maar doorheen glijdt. Franke. Ja. Hele mooie drie punten. Oh, lekker. Ja, het publiek gaat uit zijn dak. En ze staan hier op de banken. Heerlijke bal van Yannick Franke. Einde van het eerste kwart. Dus qua schoten sluit Nederland er toch nog even lekker af. Ondanks dat rare opstootje. En de twee gemiste vrije worpen van Leon Williams. Maar het is Yannick Franke die eigenlijk de eerste helft een beetje redt. En Nederland een lekker gevoel geeft. 8 punten voor. Gaan zij de rust in een kwartiertje. Ja, hele mooie bal. De man van Rotterdam, Yannick Franke. Hij, de jonge speler die afgelopen seizoen de topscorer was zelfs van de Dutch Basketball League. En het was een hele tijd geleden. Het was de laatste keer bij Marcel Huibens dat er een Nederlander topscorer werd. Terwijl een van de coaches van de Britten heftig in discussie is met de hoofdscheidsrechter, met Sint-Niklaas. De Brit is het er zeker niet mee eens. Blijkbaar hoe er leiding wordt gegeven, of misschien dat ene moment met het opstootje waar Nederland dus de persoonlijke fout meekreeg. Aan de andere kant niet wist te verzilveren. Ja, we gaan hier rusten. Even wat fans begroeten en de keel smeren. Terwijl hier de VJ de filmpjes draait van de verschillende sponsors. En de fotografen op hun laptops hier hun foto's vast gaan uploaden naar de verschillende persagentschappen. Wij zijn even een minuutje of 10 uit de lucht. Samen in de bus. En dan begint het. Alright, it's halftime in Leiden. De 5 mei al. En dat refers to May the 5th. May the 5th, 1945 was the day of liberation in the Netherlands. Celebrated every year. It's in the end Holland pulled ahead. It was tied at 23, but after that it was 5 points only for the Brits, and 13-13 for the Dutch, thanks to a couple of nice three-pointers by Schaftenaar and one in the buzzer that ended the second quarter by Yannick Franke. And he's quite unique, Yannick Franke, number 0, the shooting guard that both his father and his grandfather played for the Dutch national team. All right, we'll be off the air for about 10 minutes. We'll resume in 13. And we'll be off the air for a while just to catch our breath and then be back with you for the second half. It's an 8-point lead for the Orange Lions, and we're really happy that so many people are watching. Thanks for that, and be back in 10 minutes.
we zijn terug bij u. Misschien wel op het strand. Aardig wat mensen die nog op vakantie zijn en die toch even nu via de livestream het geliefde Nederlandse basketbalteam kunnen volgen. Ik zie ook Jan Weber in de chat. Dag Jan. Een van de volgers van Donar, de trotse club uit Groningen. En het is leuk om te weten dat komend seizoen er ook vanuit de clubteams heel veel Europees basketbal te zien is. Omdat zowel Donar als SPM Shooters Den Bosch als Zorg en Zekerheid Leiden zich hebben ingeschreven voor een Europese competitie. En de lotingen daarvan zijn ook inmiddels bekend. Leiden speelt onder andere tegen de Poeghart Frankfurt. Fraport Skyliners in een heel mooi stadion spelen die, dat weten de mensen uit Den Bosch van afgelopen jaar. En onder andere ook tegen Porto, en dat is wel aardig, want twee spelers van dat Porto zitten in de Portugese selectie die hier morgen tegen Groot-Brittannië speelt. En er wordt net in de zaal omgeroepen, kom allemaal even kijken naar die lekkere wedstrijd tussen Portugal en Engeland. Nou, als die twee tegen elkaar voetballen, dan is het altijd spektakel, dus dat zal bij basketbal niet anders zijn. De toegangen voor die wedstrijd, de wedstrijd van morgen zaterdag 8 uur in Leiden, is gratis. En de mensen die al een betaald kaartje hebben, krijgen hun geld terug. Waarschijnlijk gewoon de vierde bank. Dus morgen een gratis wedstrijd en dan weer een normale wedstrijd. Terwijl we even hier de groeten krijgen van een van de allerjongste supporters uit de hele zaal. De wedstrijd van zondag is weer die van de Dutch Lions, de Orange Lions zoals ze heten. Tegen datzelfde Portugal. We gaan beginnen aan de tweede helft, derde kwart. Nederland 8 puntjes voor. Door onder andere een mooie buzzerbeater van Jannie Franke, de shooting guard. Man van Challenge Sports uit Rotterdam. Akerboom, Kloof, we zien Norel. Die nog niet zo opvalt, de Slachter ook nog niet echt zijn stempel kunnen drukken. Wel één lekkere driepunter, herinner ik mij. En inside helemaal vrij staat Schafsel. Ja, prima gespeeld. Nou, dit zijn natuurlijk de lekkere big man games. De ene big naar de andere. Ja, leuk dat je luistert, Jan Weber. We zien hier Kloof die een fout probeert uit te lokken en dan wild schot. Ja. Dat krijgt LeBron James misschien nog mee zo'n call. En zelfs dat was twijfelachtig, want dit was wel heel opportunistisch. Nummer 10, Dan Clark weer. Weer een driepunter, Dan Clark. Dat wordt inderdaad zijn 14e punt. Ik zat net even in de scouting te kijken. U heeft dat misschien thuis ook gedaan. De live stats zijn ook beschikbaar. Onder andere via de button op de site van Zorg en Zekerheid Leiden. Er staat een button Livestream, daar kijkt jullie naar. En Livestats. En beide teams met matige schoppen. Oh, een Kloof, een hele goede challenge. Terwijl, hij belandt helemaal op de perstafel buiten uw beeld. Dan Clark. Het gaat net goed, wordt daar opgevangen door een van de journalisten. Kloof aan de andere kant. Oh, een airball, drie punten. Oh, schaft eruit hem binnen. Nee, toch niet. Ai. Ja, dat was een fast break van de lange Dan Clark. Maar hij is blijkbaar toch beter in de driepunter. Want hij werd daar gechallenged. Werd daar dwars gezeten door Shalom Kloof op een legale manier. Uitstekend. Terwijl de Engelse coaches een beetje ongerust zijn. Ik zie hier een verzorger met zijn blauwe handschoentjes aan. Die is bang voor bloed, terwijl er eigenlijk geen werk voor hem is. Maar die heeft gewoon continu blauwe handschoentjes aan. Eigenlijk smurfenblauw, kan het niet anders zeggen. Nou, bij Nederland gaat het allemaal wat nuchterder. De Engelse man met de vele tatoeages in de post. Ja. Oké, netjes gedraaid naar het linkerhandje. De nummer 11, dat is Alihodzic, Faro Alihodzic. Een man met een Bosnische naam, schat ik zo in, maar blijkbaar dus met een paspoort van Groot-Brittannië. Of een van de landen die daar binnenvallen. Norel biedt zich aan, die paas had toch wel beter gekund van Schaftenaar, want Norel had toch wel een mismatch, kon niet goed zielen inside. Ja, Clark, Bolte, ja, Slachter doet dat heel slim. Ja, neem het over. Rommelig van Engeland. Prima paas en een dunk. Nee, een simpel hipje. Maar wel, ja, effectieve bal. Nieuwland schaft ernaar. Ja, Nederland laat wat meer zien. Begint wat vrijer te spelen. Ik had het idee dat ze misschien toch wel een beetje onder de indruk waren van het vele publiek. En ook al die oud-internationals hier op de tribune. Alihodzic scoort opnieuw. Ja, scheidsrechter geeft het even duidelijk aan de bal. Was wel degelijk door net en ring gegaan. Shalom Kloof gaat de bal opbrengen. Een zeer getalenteerde speler. Intelligent, zoals ik al eerder zei. Ook als je hem in interviews hoort. Heel
volwassen, maar toch nog erg jong in jaren. En van hem kan het Nederlands basketbal nog heel veel plezier beleven. Maar dat geldt natuurlijk ook voor deze Norel. Nou, het hoekschotje, het was wel een aardige move, maar kreeg toch niet echt het lift in dat schot. En ja, het ziet er heel fraai uit, maar je krijgt in ieder geval geen P mee. En ja, zo kan het ook. Gewoon een keiharde driepunter. Een hele droge driepunter. Ja, en nu toch ook weer een runnetje van de Britten. Die zijn opeens weer teruggekomen. 5 punten runnetje. Eens even kijken, Slachter gaat missen. Maar het is nog maar 2 punten, 40-38. Norel heeft wel de aanvalsrebound, prima. Ja, foutje van Aliodic. Man nogmaals met beide kanten allerlei tatoeages. Maar goed, dat is een team. Is hij niet de enige? En dan in de basketbal natuurlijk wel helemaal niet. We zien Schaft naar de kant gaan. Robin Smulders komt erin. De man van Oldenburg. EWE Basket. Waar hij al lange tijd speelt. Zeer ervaren, nuttige, solide speler. En ja, hij telt als Duitser. Omdat hij ook een Duits paspoort heeft. Dus dat is misschien ook wel extra handig natuurlijk voor zijn werkgever in Duitsland. Leon Williams gaat straks de bal innemen. Staat met Sinter-Niklaas, de hoofdscheidsrechter, op de baseline. Akerboom, ja, vrij. Stuk door naar Norel. Kijken of ze Akerboom weer gaan zoeken. Hey, Leon Williams krijgt de bal. Ja, die kan het schotje prima nemen, natuurlijk. Ja, had er wel in gemogen, Leon. Hoewel, hij is op zich een goede schutter. We zagen dat ook in de playoffs. Hele mooie serie tussen Zwolle en Den Bosch. 7 wedstrijden. En Zwolle was in gewonnen positie. Maar in die 7e wedstrijd werd het toch nog door een wonderbaarlijke driepunter van Den Bosch. Werd het verlenging en Zwolle was geknakt. In de verlenging hadden ze weinig kans meer. En daardoor ging Den Bosch naar de finale tegen Donau. U weet dat nog. En werden ze ook kampioen. 4-1 was het, als ik mij tenminste niet vergis. Clark probeert het weer. Bezig van, ja, lekker schotje. Ja, goede speler hoor. Ja, in ieder geval een scoremachine. Hij gaat nu naar 16 punten. Ja, het scorebord wordt hierbij gewerkt. En de stand is weer gelijk. We zagen ook een gelijke stand bij 23-23. En nu dus 40-40. Slachter. Ja, leek erin te zitten. Bal lijkt van Nederland. Ja, Clark tikt hem over de lijn. Geeft het even sportief toe. Ja, een speler met potentie. Goede basketballen lichaam deze Clark. En een goed schot. Ook niet bang om het te nemen. En Nederland heeft het moeilijk met hem. Want hij heeft al 1/3 gescoord van de punten van heel Groot-Brittannië. Akerboom, nee. Krijgt het schot niet. Ja, nu een hele mooie pull-up. Oh, heerlijke bal. Prachtige boog. Deze Akerboom junior. Ja, zijn vader deed het natuurlijk ook vele jaren. En in prachtige internationale wedstrijden ook voor het Nederlands team. Kees Akerboom, oftewel de senior, die ook actief is in het kader van de oud-internationals. Weer een driepunter. Ja, 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 ja. Hart, meneer Hart, nummer 13, Joe. Joseph knalt ze er lekker in. Hij zit inmiddels op 6 punten. Tweede driepunter voor hem. Norel kijkt even, vindt niemand. Ja, de bal gaat daar rond op de kop, maar dat gaat weinig dreiging vooruit. Daar is het druk. Ja, heel goed gepaasd. Oh, dat leek lopen. Ja, jammer. Nee, hij kent hem toe. Nee, geen lopen. Ik vergis mij. Ja, heel goede actie van Arvin Slachter. Wilde de drive maken waar het druk was. Trok de verdediging naar zich toe en daardoor kwam Norel inside helemaal vrij. En een prima paasje en een end one. We zagen dat ook al een keer door een van de andere lange mannen van Nederland keurig netjes uitgevoerd worden. Prima end one inside na een assist. Ik meen dat de vorige keer dat die inderdaad van Rudy de Jong was die nu even op de bank zit. Ja, even zwijgen omdat Norel eigenlijk vlak bij mij staat voor de vrije worp. Maar helaas natuurlijk niet. Hij schiet hem niet raak. Ja, dat zijn dingen die bij Nederland ook nog niet zeer overtuigend zijn. We zagen ook Leon Williams 2 ballen missen. En het gebeurt weinig. Behalve bij type Akerboom. Dat ik een speler van Nederland met 2 vrije worpjes allebei gewoon keurig netjes erin zou schieten. Ja, prima center move. Hele grote stappen van onze vriend Zach Wells. En de Britten staan voor. Het is 1-point lead voor Great Britain. Nice inside move bij Zach Wells. En ja, weer helemaal vrijgekomen. Prima gewacht. Oh, en een lekkere dunk. Oh, uitstand. Ai, ai, ai. Uitstand afgedunkt. Henk Norel, de man van Zaragoza dus. In de zeer sterke Spaanse competitie, zou ik kunnen zeggen. Na de NBA, de sterkste competitie van Nederland. De DJ gooit een lekkere een meezinger erin. Maar een driepunter van de Britten valt mis. Williams pakt de rebound, gaat pushen. Ja, gaat kijken of dat hij vaart kan maken. Nederland probeert weer wat meer in de flow te komen. En toch een beetje de schoon van zich af te schudden. Norel in de post.
Maar ook de Britten zijn echt gekomen op te spelen. Geven ze niet genoeg. Helemaal vrij de hoek. Williams, oh, had erin gemogen. Rob, prima. Oh, Akerbal had prima de bal, maar kon Smulders niet bereiken. En een noodfout, ja, een professionele fout. In de middencirkel gemaakt met het grote logo van Kia. Een van de grote sponsors, samen met KPN en Paul Meijering. Paul Meijering Roestvrij Staal, een groot internationaal bedrijf. Zij zijn de financiers van Oranje met nog een hele hoop anderen. En om nog even te zwijgen van de vele mensen die er natuurlijk hun tijd in steken. Jansen de Jonge, als ik het goed zie, een van de scheidsrechters. En point guard met de... Ik hou het op Nigeriaanse naam. Teddy Rea voor. De nummer 5 bij de Britten naar... Ja, net zoals Nederland natuurlijk een land met een koloniaal verleden en daardoor ook een hele goede mix van sporters. De Britten weten dat uiteraard niet alleen naar de voetbal, maar ook bijvoorbeeld uit de atletiek. En net zoals wij in Nederland prachtige atleten hebben met bijvoorbeeld Surinaamse roots. Vertel u niks meer. Smulders, ja, prima, bal goed uitgespeeld, ja, met vertrouwen genomen dat schotje. Smulders, ik zie op zich de Bigs toch ja, over het algemeen graag een side spelen. Aan de andere kant kun je zeggen, als het daar niet te doen is en je kan schieten. Terwijl trouwens nu opeens mijn oog op Peter Blanchet valt, die hier ook aanwezig is. Maar de Bigs van Nederland kunnen schieten. Nico de Jong heeft nog weinig gespeeld, maar kan dat ook. Die gaat vaak zelfs helemaal voor de follow-away. Dit was gewoon een prima midrange schot van Robbie Smulders. Ik noem het natuurlijk, Peter Blanchet heeft een enigszins cool plekje opgezocht, terwijl het hier bloedheet is. De grootste sauna van Nederland, de 5 mei hal. Nou ja, als je op de onderste rij gaat zitten, is het vaak in ieder geval wat koeler dan in de mok van het stadion. Peter Blanchet is een vaste bezoeker van het Nederlands team en zeker ook van Zorg en Zekerheid Leiden. En ik zag ook zijn kinderen bij een van de basketbalclinics laatst heel aardig spelen. De bal blijft voor Nederland, ja. Peter Blanchet, Olympisch goud, Atlanta 96, gouden medaille in een teamsport op de Olympische Spelen. Heel bijzonder. We kennen natuurlijk het hockey en ook het waterpolo. Nou, voor Nederland is dat nog een hele lange weg te gaan. Ze zullen heel goed moeten scoren op het EK. Om ook maar in de buurt van de Olympische kwalificatie te komen. Maar goed, je ziet natuurlijk ook bij het damesbasketbal dat daar zeer goed gebouwd is en wordt. En dat men daar toch voorzichtig over begint te spreken. Krasi, moeilijke bal. Ja, het is een held in de defense. Oh, binnengehouden. Oh, heel veel geluk voor de Britten. Bijna een hele rare turnover. Ja, Karasi nu goed ertussen. Ja, een held in de defense, ik zei het al. Ja, zijn eigen schot creëren in de aanval is iets wat zich bij hem langzaam of eigenlijk niet ontwikkelt. Niet per se heel erg, zeker niet in dit Nederlands team. Maar ja, iemand met zo'n goed basketballichaam en zoveel trainingsuren als Karasi zou je soms hopen dat hij ook aanvallend wat voorspelbaarder of in ieder geval effectiever wordt. Van helft komt Vollebak af, is niet tevreden. Ja, gaat het toch eventjes verwijtend met de scheidsrechters in conclaaf. Gaat maar eens bij de hoofdscheidsrechter staan. Kijken of dat er niks aan te doen valt. Van Helfteren die aangaf dat ze eigenlijk nog vooral bezig waren met de verdediging bij Nederland. Om die heel goed in elkaar te zetten. In alle oefenwedstrijden. En pas de laatste paar wedstrijden wat meer durven te focussen en willen focussen op de aanval. En ja, je zag hele lage scores van Nederland in de voorbereiding, maar ook bij hun tegenstanders, wat wel weer erg knap was. En ja, het zal zeker zo blijven dat Van Helfteren en het team hun succes gaan bouwen op de verdediging. Maar uiteindelijk ja, tegen internationale topteams of tegen middenmotors, zoals straks Georgië en ook Macedonië, zul je toch ook aanvallend vlot basketbal moeten kunnen laten zien. Eens kijken waar dat van gaat komen, want ja... Het hangt ook een beetje vanaf, niet iedere line-up is even gevaarlijk. De Jong heeft het hele voorbereiding toch al moeilijk. Laat nu de schot ook helemaal aflopen en heeft een hele moeilijke driepunter, dus gaat mis. Karasi is natuurlijk ook geen puntenmaker, Williams ook niet en Nicolas de Jong ook niet. Dus in mijn ogen is dit nu een line-up terwijl ze weer een driepunter tegen krijgen in Nederland. Ja, ja, de stand is weer gelijk 48-48. Maar is het niet echt een offensieve line-up, hoeft dat natuurlijk niet per se bij Nederland. Maar dan zal toch de Jong inderdaad hier de kar moeten gaan trekken. Prima paas. Ja, ja, oh, ja, een onsportieve fout. Ja, hij kan het niet geloven. Nummer 4, Paul Guidi. Ja, vond het een beetje overdreven, maar trok toch echt zijn man naar beneden die er al doorheen was. Volgens mij werd de eerste normale fout gemaakt op Robin Smulders. Een prima assist van Willy Jong. Die cijfers van hem worden steeds beter.
Maar op zich is een drive en is een schoten, zei deze voorbereiding nog niet heel erg gelukkig. Ja, balletje valt niet goed voor Smulders. Ze doet een stapje naar achter, weer een stapje naar voren. Denkt er heel erg over na. Ja, bal hobbelt erin. En omdat het een unsportsmanlike foul was, een onsportieve fout van Paul Guidi dus, die nog wel in het veld staat, krijgt Nederland ook nog balbezit. Kerasi drijft. Ja, was eigenlijk al vrij. Had er meer van kunnen maken. Nu helemaal naar buiten naar William. Driepunter. Ja. Niet helemaal nog op schot. Ja, hele goede aanvalsrebound. Houden ze hem op bij helft. Ja, Nicolas de Jong. Ja, prima gedaan. Wat onconventioneel, maar wel effectief. 8,8 seconden, pardon, nog te schieten. Drive van Williams. Heeft het heel moeilijk, wordt heel zwaar verdedigd. Komt er nu, ja, 3 seconden nog. Een running layup. Oh, heerlijke bal. Heerlijke bal. Robin Hilders. Oh, een runner. Ja, prachtige bal. Ja, de DJ gooit in de bunker. En dat er 3 punten voorsprong voor Nederland door. Dus die vrije worp bij die 2 punten. En een fout nu van Smulders. In de laatste minuut van het derde kwart. 1 puntje voorsprong was het. En dat is dus nu uitgebouwd naar de... Ik zit even te kijken naar de livestream. Maar die loopt een minuutje achter door alle schakels. Studio en... Ik zag even dat ons geluid weg was. Ik vertelde over Rudy Dion. Die baalde van een persoonlijke fout, want de layup ging eigenlijk nergens heen van de Britten. Maar het was toch wel degelijk een fout. Dus 2 maal voor... en dan moet ik het toch nog een keer uitspreken. Ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen Teddy O. Ja, we hebben natuurlijk ook Craig Osakiwoen bij Donar. Maar daar heb ik zo vaak op geoefend dat het volgens mij wel lukt. Maar dit is Terry Okereafor. Teddy Okereafor. En gooit de bal erin. Nog 2 puntjes verschil. 42 seconden. Voor het laatste kwart. Gaan hier in een bloedheet Leiden. Met alles op de basket waar een groot aantal camera's achter gemonteerd is. Onder andere van de bekende fotojournalist Peter van der Velde. Die weer prachtige foto's zal gaan maken voor Rebound. Het tijdschrift. Over het Nederlands basketbal. Arvin Slachter is in het veld. En dreigt de 3 punten. Ja, wordt gestript. Ja. Er wordt een breakout. Wordt een lekkere dunk waarschijnlijk. Oh, hij doet mis. Oh, hij wordt niet geblokt. Oh, een vreselijke misdunk. Oh, en Rudy de Jong gaat er zelf. Oh, heerlijke paas. Nicolas de Jong. Een harde fout. Oh, lopen. Ja, pech hebben. Oh, Nico de Jong was ongelukkig. Ja, de Van Elfter is kwaad. Maar op wie is hij kwaad? Is hij kwaad op de Jong van de Jad zelf mogen gaan? Of had hij gewild dat hij... Nee, ik denk dat hij had gewild dat de Jong de aanval had uitgespeeld. Dit is nog 13 seconden te gaan. En ja, nu kun je natuurlijk nog een 3-punter zelf tegenkrijgen. Dat kan natuurlijk een omslag zijn van 5 of 6 punten. En ja, dat moet je zeker op internationaal niveau niet doen. Als je wat wil gaan bereiken. En ja, Leop, ja, valt ook goed. Ja, Van Helfter zal balen. Ja, Clark. Ja, hobbelt die bal erin. En de Britten staan zelfs 1 punt voor aan het einde van dit derde kwart. Is de end of the third quarter. Quarter number 3. And it's a 1-point lead for the Brits. Who made a nice run at the end of the quarter. When Woody de Jong rushed Dutch attack. En we nemen even hier een slokje water. Zijn zo bij u terug. Als het goed is, hopen wij dat een paar oude mannen in het vierde kwart kunnen jullie weer voor de grote prijs ophalen. We willen dat niet, dan halen. 207.
Ja, we zijn terug hier met het vierde kwart. Ja, weer een score van Bill Clark. Het wordt zijn 20ste punt. En 3 punten voor Groot-Brittannië. Nederland had toch een paar aardige runs. Gaat kijken of het de wedstrijd kan omdraaien. 3 punten achter. Mooie bal van de Jong. Die fout was, neem ik aan, voor het schot. Holding. Ja, zijkant. En Nederland heeft 20 punten onderdoor gekregen van deze vriend Bill Clark. Terwijl Schaftenaar er 15 heeft. De enige in dubbele cijfers bij Nederland. En Clark ook als enige. Verder niemand met meer dan 6 punten bij Groot-Brittannië. Maar ja, goed. Ze zijn er effectief mee, want ze staan 3 punten voor. Ingeleverd, de Jong, uit de drive. Probeert een fout te maken. Oh, lukt hem niet. Oh, je zit de fout al te vragen. En zegt nu tegen de scheidsrechter, ja, ik had een fout gewild. Ja, dat gebeurt ook niet vaak, dat de speler een fout wil. Je ziet dat natuurlijk in het moderne basketbal, zeker ook internationaal in Europa, dat... Iedere keer als er een break dreigt ontstaan dat je gauw even een kleine P maakt om het spel stil te leggen. In mijn ogen is dat iets waar in de regels echt wat aan moet gebeuren. Want het is erg nadelig voor attractief basketbal toen de Jong werd eruit gehaald. Kloof komt er terug in het veld. We zien ook Schaftenaar, Nicolas de Jong, Kees Akerboom en Kloof de Slachter. Dat zien we. Beetje gerommel door de Britten. Nog 10 seconden. De man met de tatoeages en de Bosnische naam. Ja, dit lukte hem al een keer eerder, dit keer niet. Iets beter verdedigd, lastig schot. Kloof heel snel eruit. Ja, hij gaat... ja, daar kun je als verdediger bijna nooit bij houden. Als een kogel uit de loop van een geweer schoot Shalom Kloof heel goed naar voren toe. Zorgde dat hij P meekrijgt. De tweede teamfout alweer in anderhalve minuut voor de Britten. En dat kan natuurlijk als de Snacks snel de vijfde teamfout hebben, kan dat nog gaan helpen. Voor Nederland om de wedstrijd toch te gaan winnen. Hoewel het dus 3 punten achter staat. Het publiek is eigenlijk de hele avond al stil. Hele mooie leer van Slachter. Daar geeft het publiek natuurlijk prima op. Bal van Slachter. Maar DJ probeert er wat sfeer in te brengen. Mensen zouden wat meer mogen gaan aanmoedigen. Maar ja, het is hier ook bloedverzengend heet. Het is enorm vochtig. En het voelt als een gaatje op 40 hierboven en dan overdrijf ik misschien geen eens. Clark, ja, die gaat het natuurlijk weer zelf proberen. Het nu dubbelteamd, kickt hem naar buiten naar de nummer 13. Ja, 3 punten uit de hoek. Lekker de bal, Joe Hart. Dat is ook niet zijn eerste 3 punter. Dat is het enige wat hij doet, want hij komt op 9 punten. En dat zijn, als ik mij niet vergis, 3 punters geweest. Ja, Nederland heeft het lastig. Weet in de avond nog niet helemaal wat het wil gaan doen. Slachter, 3 punter, mis. Ja. Het is ook nog niet helemaal helder wie bij Nederland echt de aanval leidt. En dan bedoel ik de pointpositie echt naar zich toe trekt. En aan de andere kant wat de plays zijn, welke spelers gezocht worden. We zagen wel een paar keer een aardige big man game. Bijvoorbeeld met Robin Smulders. En we zagen eigenlijk qua driepunters ook een heel klein beetje schaften daar. Maar dat is toch ook iets wat je in het moderne basketbal ziet. Ieder team schiet driepunters. En ja, eigenlijk tot aan de centers aan toe. En dat blijft iets van Nederland in alle wedstrijden bijna tot nu toe tekort kwam. Het geeft best wel veel 3 punters weg. We zien ook dat vandaag weer bij Clark onder andere en Hart. En ja, het heeft zelf moeite om 3 punter te maken in Nederland. Af en toe wel eens een balletje van Akerboom of van Slachter. Maar heel veel meer is het niet. Nou, dat betekent dat je je punten natuurlijk dichter bij de basket moet halen. Nou, fast breaks zijn het over het algemeen niet door het gecontroleerde spel. En dus zou je het moeten hebben van goede set plays inside. En die zien we nog niet al te veel. Maar er zijn nog heel veel oefenwedstrijden te gaan. En ook nog ruim de tijd voor het straks zover is in Zagreb. Ja, en daar tref je natuurlijk teams die jou niet kennen. Je kent hen eigenlijk niet. En het is maar 1 wedstrijd. En het hoeft maar een paar keer goed te gaan. En voor je het weet speel je gewoon bij de laatste 16 in Lille. Het zijn 4 speelsteden. En er gaan steeds 4 teams per stad door naar de eindronde.
België is onder andere een ploeg. België, de ploeg van de Leidse coach Eddie Kasteels. Die hoopt zich vanuit Riga te kwalificeren daar bij de laatste vier in de groep. De groep van zes en dan door te gaan naar Lille. En in de FIBA-ranking staat België maar liefst momenteel op de achtste plaats. Nederland van alle EuroBasket-ploegen staat daar voorlopig nog op de 24ste plaats. Het was ook het 24ste en laatste land dat zich kwalificeerde voor EuroBasket. Dus op zich, ja, heerlijke bal van Frank is een tweede driepunter. Ja, time out. Ja. Tweede driepunter van Yannick Franke. Hij... Ik weet niet of je het thuis kon horen. Wij keken hier even naar een al eerder uitgezonden bericht van Rick Smits. De man van de Indiana Pacers die ook achter het Nederlands team staat. En ook een grote financiële bijdrage heeft gedaan voor deze oefencampagne. En zijn boodschap werd nog een keer uitgezonden voor de mensen hier in Leiden. We zien hier ook de groepsindelingen. En beelden van Toon van Helfteren die in het blad Helden stond een paar dagen geleden. Het blad van Barbara Barend. En ik denk ook wel van Frits en de man uit Delft staat daar ontspannen op de foto. Om te vertellen over zijn drang om nog steeds, hoewel hij toch ook al ruim in de 60 is, of pas misschien moet je zeggen in het geval van Toon. Om het onderste uit de kant te halen en een groot aantal oefenwedstrijden dus te spelen. Het is inderdaad 56-57, één puntje achter Nederland. Ik zit even naar de chat te kijken. Ja, Remco zien wij hier voorbij komen. Ook een van de actieve discussieerders op de gastenboeken. En groot basketballiefhebber. We gaan aan het laatste kwart verder met u doorlopen. 7 minuten nog. Nederland slechts 1 puntje achter. Maar ja, wedstrijd die, dat mogen duidelijk zijn, al de hele tijd stuivertje wisselen is. Er is een periode geweest dat Nederland toch steeds wel een paar puntjes voor stond. Maar het is nu alweer een hele tijd de fase dat het om en om gaat. Met over het algemeen Groot-Brittannië wat vaker. Volgens mij een steal voor Nederland. En weer een break. Oh ja, bal over Nederland. Franke verloor de bal. Ja, verloor zelf de bal. Blijft even aangeslagen liggen. Ja, zette heel veel vaart en heel veel kracht in die uitbraak. En verloor zelf de bal. Maar die bal kwam uit de kluts toen wel tegen de benen van een Brit. Dus de bal blijft voor Nederland. Het publiek steekt hem even een hart onder de ring. Yannick Franke. Door een extra applaus. Heel goed. Ja, mensen waren even geschokt hier zo. Moet nog 1 speler afvallen uit de selectie de komende dagen. Maar het zou natuurlijk totaal niet leuk zijn als het door een blessure zou zijn. En ja, Yannick Franke duidelijk de jongste speler. Maar aanvallend echt een wapen. Speelde ook al op een van de jeuzen. EK's beschermt heel goed de bal. Drive to side. Past hem uit. Weer een driepunter. Oh, jammer. Ja, in en uit. Oh, zonde. Driepunter van Akerboom. Ja. Ja, bij hem had ik hem al bijna geteld, maar helaas. Beetje pech. Ik weet niet of mensen ook nog de statistieken bij de hand hebben. Ik pak ze er nog even bij. En, ja, we zien 5 op 18 driepunters staan. Bij de Britten is het 10 op 28. Ja, ze nemen er natuurlijk ook wel heel erg veel. Maar je ziet dus dat er 10 driepunters voor de Britten. En 5 voor Nederland. Dat is natuurlijk een verschil van 5. En dat zijn 15 punten verschil. 15 punten die je dan moet zien te maken inside of met vrije worpen. Ja, en dat is niet zomaar gebeurd. En daar heeft Nederland al vele wedstrijden last van. Behalve tegen het universiteitsteam 5 seconden. Slechte turnover van de Britten, maar ook goed verdedigd van Nederland. Dat nog steeds 1 puntje achter staat. Fans laten zich horen. Beginnen te rammen, te stampen en te beuken. En mensen staan hier op de banken. Holland. Mensen hebben natuurlijk... Het vertrouwen erin. Weten dat er nog alles mogelijk is. Een hele goede drive van Kloof. Ja, goede leep. Oh, aan de ring gehangen. Aan de ring getrokken. Ja, interference zou ik zeggen van de basket. Wordt die bal geteld. Even kijken of de scheidsrechters er wat mee doen. Nee, een beetje vreemd. Want een van de verdedigers ging aan de ring hangen. Waardoor die bal eruit sprong.
Misschien was de bal sowieso misgegaan, maar toch. Het wordt wel tweemaal. En Charlon Kloof, als die ze netjes benut, zuiver is, dan kan die Nederland weer eens een keer op voorsprong brengen. En dat was de vierde fout voor de nummer 11. De enige eigenlijk met vier fouten. Ja, de enige. De nummer 11 van de Britten. De man met de, neem ik aan, Bosnische naam Ali Hodžić. Hij hoort eens goed van onze point guard, Charlon Kloof. Ja, Nederland staat voor. Ja, het publiek laat zich nu echt horen. Bill Clark weer. Dan Clark moet ik zeggen. Shotje. Mis. Rebound. Ja, Nederland. Het publiek gaat helemaal los hier in de 5 mei al in Leiden. Ja, ja, de DJ natuurlijk ook. Ruud Haamke, man van Supersound Leiden. De sfeer maken. Oh, Kloof moet goed opletten. Oh, oh, Kloof, Kloof, wat doe je? En oh, hij verliest de bal. Oh, geblokt. Oh, Kloof, oh. Geweldig blok. Aan de andere kant. Oh. Een hele hectische fase. Ja, goed gered van Charlon Kloof. Ook een beetje out of control vastbreken van de Britten. Maar Kloof verloor eerst de bal half, toen helemaal. Kreeg toen de break om te horen, maar blokte hem ook aan de andere kant. Jammer dat die bal weer ging van Smulders. Dan zou echt de 5 mei al ontploft zijn, zoals het hier wel vaker is bij de wedstrijden van Zorg en Zekerheid. 3 punten, Clark alweer. Ja, dat had het publiek helemaal stil kunnen krijgen, maar lukt niet. Nederland staat nog steeds 1 puntje voor. Eens kijken of ze door kunnen drukken, nog 5 minuten te spelen. Ja, de sfeer komt er goed in en dat verdienen ze. Het publiek verdient het ook om het eigenlijk aan zichzelf te geven. Volle banken en een hele moeilijke bal van Franke. Nee, ja, fout van Nico de Jong. Ja, vrij slim op zich wel gedaan. Eventjes kans geven aan iedereen om uit te blazen. Eens kijken of hij een fout was. Ja, dat klopt. Nicolas de Jong komt op zijn vierde fout. Nummer 18 staat als nummer 8 hier op het Leidse scorebord. Want dat gaat maar tot 15. Terwijl Arvin Slachter trouwens zelfs met nummer 44 speelt. Dat is allemaal vrijgegeven door de FIBA, zijn sport. Denk een beetje aan NBA. Net zoals Yannick Franke mag nu met nummer 0 spelen. Volgens mij heeft Russell Westbrook dat ook. En 2 vrijworpen voor de Britten. Eerste gaat raken. De stand is helemaal gelijk. We hebben al een 23-23 en een 40-40 gezien. Taco van de app, een van de krantenjournalisten, een van de fotografen, gaat een nieuwe plek op zoeken. Dankjewel Taco. En ja, die is mis. De stand is nog steeds gelijk. Kleine 5 minuten te spelen nog. Alleen de Britten hebben pas een time-out genomen in dit kwart. Dus er nog genoeg mogelijkheden als de coaches dat willen om hun teams bij te sturen in een time-out. Pick bij Kloof van Smulders, 3 punten. Oh, dat kan die ook. Ja! Ja. Oh! Ja. Dat is Smulders. Heerlijke 3 punten. Ja, hij heeft hier in huis. Nederland 3 punten voor. Ja, 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 ja. Kijk of ze nu echt kunnen intimideren. Ja, lay-up gaat mis. Mooie lay-up, maar ook een lastige. Oh, een beetje geluk. Dat is echt een scrimmage. Maar Akerboom, Norel en Smulders waren erbij. Ja, 3 mannen van boven de 2 meter en 2 van rond de 2 meter 10. Dus Nederland heeft de bal. Staat 3 punten voor door die hele goede 3 punten van Smulders. Ja, hij heeft dat in huis, hoewel ik ook zoiets heb van, speelt dan echt als een schutter. Of ga gewoon lekker inside. Maar goed, Smulders geeft Nederland iets waardoor het weer moed krijgt. Van Norel is dat helemaal vrij goed gezien van Kloof. Spin move hebben we al vaker gezien. Ja, gaat graag naar de hoekje. Is er nog weinig gelukkig mee. Ja, het is een hele mooie move. Maar hij komt met zijn lichaam niet al te hoog. En hij heeft ook een lastige draai dan. Waardoor hij de bal eigenlijk bijna in een andere spin naar de basket moet gooien. Als waar zijn lichaam mee bezig is. De bal ging dus mis. Ja, rebound voor de Britten. Dat was een gemiste 3 punten kans op... verre offensive rebounds. Kan Nederland niet zo heel veel aan doen. Maar wel jammer, want de Britten hebben er wel. Gaan weer voor de 3 punten nummer 5. In ieder geval speler nummer 5, want het is al 3 punten 30 plus. Fok ik zo ongeveer. Ja, daar maken ze er dan een stuk of 10 van. Dus dat is een redelijk percentage. Maar ook een beetje een gebrek aan creativiteit en echte aanvalskracht. Ja, prima. Ja, prima er langs gegaan van Franke. Ja, hij kan 1 tegen 1. Kloof die moedigt hem aan. Complimenteert hem. Want hij was er goed langs en een speler van de Britten moest aan de noodrem trekken.
zal dus twee vrije worpen zijn voor Franken. Beide teams hebben 5 teamfouten. En dit is het tweede man bij de Britten, de nummer 13, Joe Hart. Ook hij heeft 4 plays, net zoals de nummer 11, Ali Hodzic, de man van de tatoeages. Yannick Franken, even stil allemaal alsjeblieft. Oh, hele fijne bal. Oh, boterzacht, netje gekust. Ja, man met heel veel zelfvertrouwen, net zoals zijn vader en ongetwijfeld ook zijn opa. Wim Franken en Rolf. Respectievelijk de opa en de vader van Yannick. En beide goed, ja, keurig netjes. En Nederland 5 punten voor, nog 3 minuten te gaan. Kan Nederland deze wedstrijd gaan winnen. En misschien ook wel een stap zetten, alhoewel het niet officieel zo telt, naar de toernooiwinst. Als ze ook voor Portugal zouden weten te winnen. Oh, een end one. Ja, hele goede drive, een snelle drive. Ja, dat wil je dus, van Helft komt ook meteen van de bank, dat wil je dus absoluut niet in zo'n fase. Zo makkelijk en zo snel ook vooral een score toegeven. Want er is nauwelijks de tijd van de klok. Ja, dat wil Van Helft absoluut niet hebben. En Nederland neemt begrijpelijkerwijs een time-out. Ze staan nog wel 3 punten voor. Maar er komt straks een bonus aan voor de Britten. 207. De koeien van Kieren. We gaan even kijken waar hier. Nee, 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 nee. Maar als je loopt, 207. Gaan we weer in 1-2 hoor. Dan gaan wij boven deur, hè. Hier ook waar dezelfde een speciale koeien heeft geschikken. En we gaan de trekken nog een beetje. En we hebben nog tijd. Verwacht van. 877. Ja! Ja! 877. 4 maar 3 maar 5 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 maar prima ingegrepen door Shalom Kloof. Want de gemiste vrije worp werd bijna door een Brit gepakt. Dus de Britten laten de kans liggen. Het was wel een end one, maar de vrije worp ging dus mis. Van Helft heeft de mannen toegesproken. Aken op het schotje. En ja, een beetje snel. Ja, het is wel zijn plek. Het is wel zijn manier om van het screen af te komen en voor de score te gaan. Maar niet echt een hele volgende bal. Dus de Britten nu weer de kant en de coach wordt helemaal gek van de Britten. Springt hoger dan menige basketbal. Oh, en hij gaat nu helemaal. Hij wordt woest. Hij wordt woest de coach van de Britten. Op zijn speler denk ik, of op de scheidsrechter. Oh, wat is die boos. Want het is een hele domme turnover. Totaal onnodig. En, ja, ik zal eventjes het lip lezen, maar achterwege laten. Want ik denk wel wat hij roept, deze coach van de Engelsen. In het blauw gestoken trouwens de staf van de Britten. Callum Kloof. De landschaftenaar naar Abbe Slachter die we weinig gezien hebben. Prima paasje wel. Slachtenaar had er wat van kunnen maken. Ja, ook goed. Oh, jammer. Ja, hele goede play wel. Dat is echt precies de plek van Slachter. En ook zijn manier en zijn moment voor de 3 punten. En de Britten willen een time-out. Kloof. Oh, weer mis. Ja, zonde. Ja, de 3 punten was bij Nederland. Dit was een iets lastiger, maar die van Slachter had er absoluut in gekund en misschien ook wel gemoeten. Het percentage blijft toch achter. Maar ook dat van de Engelsen is bepaald niet gestegen. Ze blijven nog veel 3 punten schieten, maar ze vallen niet meer. Deze man, die doet het hele avond al. Oh, prachtige bal. Oh, schitterend. Ja, ik moet er toegeven. Dan Clark. Ja, een beetje een follow-away. En die bal die valt eigenlijk ook gewoon dood door het netje. En het is gelijk. 63-63. Hij komt inmiddels op 23 punten, terwijl we de 15 zien bij Schaftenaar. En we zien ook dat
Smul was in de dubbele cijfer zit met 10 punten. Hij maakte natuurlijk... Oh, hele mooie... Oh, prachtige move van Norel. Prachtige move. 2 puntjes voor van Nederland. 1 minuut 10 te gaan. De Britten willen denk ik nog steeds een time-out. Of heeft hij hem ingetrokken? Ja, het publiek zal weer op de bank gaan staan. Er wordt afgeteld, er wordt gezongen en de harde kern gaat staan. En dan volgt de rest vaak vanzelf. Het is nog maar 1 minuut. Nederland 2 punten voor. Oh, down to the wire. Het komt op het allerlaatste moment aan. Oh, 2 punten. Nee, niet tippen. Nee, niet. Oh, rebound voor Nederland. Ja, Arvid Slachter. Morel had de bal uit de rebound. Prima werk inside van Oker Schaftenaar. Ja, 40 seconden nog. Nou, eens kijken of ze P gaan maken. Ze hebben wel 15 fouten, de Britten. Dan zouden de Nederlanders vrij worpen krijgen. Kloof naar Norel. In de post, die net een prachtige center move maakt. Oh, lastige bal. Akerboom, ja, nu moet je hem maken. Hij doet het! Hij doet het! Kees Akerboom! Hij doet het! Oh, een heerlijke bal van Kees. Kees junior. Nou, het junior, daar mag je niet rust van af, want het was gewoon een echte Akerboombal. Boom, 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 Akerboom. En knalt de bal er droog en keihard in 4 punten voorsprong van Nederland. Timeout voor Groot-Brittannië nog 27 seconden te gaan. It's a wild finish here in Leiden in the west of the Netherlands. And we have the Dutch team, the Orange Lions, up by 4 after trailing a lot in the second half. Having a really rough time. But they seem to turn it around. And a very good inside move by Henk Norel. And then a very expert shot by Kees Akerboom Jr. And it's a 4-point deficit for the Brits, who went into a timeout. And a minute or so ago, they had a terrible turnover where the coach really, really lost it. Got really mad. And well, we have Bob Marley on the speakers. Don't you worry about a thing. Three Little Birds, the Ajax song. Well, let's see who's worrying about what when we switch over to Dutch to take you through the final 27 seconds of the nail biter here in the Netherlands. Ja, de leef wordt ingezet, ja, dankzij de mascotte van Dunker, de mascotte van het Nederlands team al jaren, de Leeuw. Ja, gaat best, gaat prima met die wave. En een stukje Bob Marley erbij is ook altijd goed voor zomerse sferen. Nou, zomerse temperaturen hebben we hier al urenlang. Puntje van mijn stoel zie ik hier op de chat. Nou, dat kun je dus wel zeggen, want ja, alles kan nog gebeuren. Het is nog meer dan één volledige aanval en slechts 4 punten verschil. Eens kijken wat de Britten hebben verzonnen in de time-out op de aanvalshelft. Bal naar de hoek toe. Ze gaan een schutter zoeken, denk ik, de nummer 10. Ja, zeker. Oh, krijgt de schot nu weg. Heel goed gedubbeld. Nederland heeft geanticipeerd en dan bij inside. Oh, wat een fout kunnen zijn. En de rebound niet. Oh, weer, oh, en geblokt. Oh, Nederland de rebound niet gepakt. Toen weer niet. Maar toen het schot van de Britten geblokt. En nu een sprongbal. De possession arrow is in het voordeel van Nederland. Oei, oei, oei. Mogen ze niet klagen? Ja, ja. Dat is misschien gekomen doordat Nederland de allereerste sprongbal van de wedstrijd heeft gewonnen. Maar zo goed ken ik de regels nou ook niet. 11 seconden nog. En twee vrije worpen zullen we waarschijnlijk krijgen. Want de Britten die... gaan denk ik een P maken. Komt er eens nog een time-out. Kijken wat de mensen willen. Ja, ja. Sinterklaas wacht even tot hij een goede zichtlijn heeft. Vraagt het even aan de jury. Ja, inderdaad. Ja, daar is de time-out. Ik zag overigens dat aan de jurytafel recente Erwin Hageman zit. Of zat. Bij een recente wedstrijd. Ik weet niet of het de Erwin Hageman is voorheen van Den Helder. Maar dat weten de mensen in de chat misschien wel. 11,4 seconden nog. Nederland toch goed teruggeknokt. Lijkt toch wat moeite te hebben met het thuisvoordeel, zou je bijna kunnen zeggen. Toch ook wel de verwachtingen, de druk. De Britten gaan niet naar de EuroBasket. Hebben een sterke periode gehad toen zij de Olympische Spelen in eigen land hadden. Was dat 2012? Ik dacht het wel, hè? Ja, 2008 Beijing. En toen hebben ze opgebouwd richting 2012. Maar ja, de laatste tijd gebeurt er niet al te veel in het Britse basketbal. In ieder geval niet met het nationale team. En ook van de jeugd kan ik me niet zo heel veel bijzondere prestaties voor de geest halen. Dunker die maakt hier weer de ronde. Ja hoor. Oh, kijk eens even hoe goed de wave door het stadion gaat. Orange Lions op de boarding. En ja, Nederland balbezit. Het was dus een helpbal, in ieder geval een sprongbal situatie. En na een scrimmage, na een gemiste schot in de bucket. Door de Engelsen, door de Britten. Een helpbal en de possession arrow, de pijltje voor het balbezit, wees
in het voordeel van Nederland. Dus zij gaan nu de bal innemen. En eens kijken of dat ze de bal in sight krijgen. En ook weten te pasen naar een goede vrijworpschutter. Alle goede vrijworpschutters staan erin. En Smulders neemt hem in. Ja, Schaftenaar. Nee, geen tijd voor de fout. Ja, toch wel. Oké. Oh, klok liep wel behoorlijk lang door nog. Maar goed, stopt op 9. Had ook wel op 10 kunnen stoppen, voor mijn gevoel. Ja, dat worden twee vrijworpen van Roland Schaftenaar. De man die we eigenlijk in Nederland niet zo goed kenden. Totdat hij afgelopen jaar, 2014, bij de legendarische kwalificatie heel erg goed speelde. Ah, hij mist hem. Hij mist hem, Schaftenaar. Ja, Roland, dit zijn even de momentjes die je toch mee moet pikken. Want ja, het is wel 4 punten, dus het is een two-possession game. Er moet 2 keer gescoord worden door de Britten, maar toch. Deze hard, maar start het goed. Achtering, voering, achtering. En hij valt erbij weer een time-out. 2 time-outs nu genomen door beide teams. Dit is de 3e van de Britten, dus Nederland zou er nog eentje hebben als de Britten scoren. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat Nederland een FP moet maken. Waardoor er maximaal 2 punten volgen en geen 3. Want Nederland heeft 15 fouten. Dus zouden de Britten op de lijn kunnen zetten. Er is een loterij gaande op bepaalde momenten tijdens de time-out. Mooie prijzen, als ik me niet vergis, door een van de hoofdsponsors, Kia. Die hier ook met prachtige auto's op de stoep geparkeerd stond bij het kleine ingangetje van de 5 mijl. Maar de mensen konden nog gerust naar binnen toe. Ja, ik schat toch allemaal op 1500. De 2 grote tribunes zitten volledig hutje-mutje. Nou, Dunker heeft een goede act in huis. Samen met de speaker van dienst, vandaag Rolf Marcelus. Man die ook bekend is van radio en televisie en veel sportverslag doet. En andere programma's ook leidt. Time-out duurt een beetje aan de lange kant. Kijken bij de scouting. Vrije worpen bij de Britten. Hoe zijn die tot nu toe gegaan? Niet al te best. 4 op 9. Dus ze hebben ook nog niet zoveel gehad. En de vrije worpen bij Nederland. 14 op 19. Ja, dat scheelt er dus ook weer 10. En zo haal je natuurlijk wel het feit in als Nederland. Dat je minder 3 punten maakt dan je tegenstander. Britten met de bal. Kijken of ze hem binnen de lijn krijgen op tijd. Ja, nummer 13. Ja, prima gespeeld. Ja, goed schot. Goede look. Nee, niet. En weer een play. Ja, ze gaan door tot het einde. 4 seconden te gaan. Ja, een goede play. Hij kwam goed vrij. Nam een goede bal uit de hoek. Weinig mis mee. Een van de spelers die ook al de hele wedstrijd aardig staat te knallen. Raak te knallen. Maar het mocht niet baten. En het is de 5e play ook. Voor Joe Hart. De man die ook de 3-punter nam en dus miste. Ja, jammer. Nederland houdt zijn tegenstander onder de 70 zoals ze graag willen. Zit er zelf ook nog onder, maar kan op de 70 komen. Nee, kloof. Nee. Weinig regelmatig uitvoering van die vrijworp. Kijken of dat die nu de richting heeft. Ja, met veel geluk. Rare techniek. Hij trekt eigenlijk zijn arm een beetje in. Oh, een vreselijke turnover. Ja, dat is spijtig. Ja, dat heeft Engeland of Groot-Brittannië ook niet weer niet verdiend. De turnover van Clark is er goed spelen. Maar goed, Nederland gaat winnen. Nederland wint met 6 punten verschil. 69 tegen 63 voor de Orange Lions. Die winnen dus hun eerste wedstrijd hier op de driedaagse van Leiden. De Kia Auto HCO Classic geheten. Met dank aan de hoofdsponsor Kia. Mocht u over uitschakelen, mijn naam is Arie in het veld in opdracht van de Orange Lions. Wij horen en zien u graag terug morgen bij de livestream van dezezelfde Britten tegen Portugal. Groot-Brittannië gaat daarna meteen naar huis trouwens. En op zondag zien wij u graag het liefste natuurlijk in de zaal of anders weer op onze livestream bij de wedstrijd. Ook weer van Portugal, maar dan dus tegen Nederland, tegen de thuisploeg. Spelers van Nederland maken nog even een huddle midden op het veld om elkaar en het publiek te bedanken. We hebben het goed naar zich toe getrokken. Op het juiste moment een aantal lekkere ballen. Ik herinner me onder andere Norel en Arcabo. Birdy de Jong die veel energie bracht. En ik zal nog even met u door de scouting lopen. Terwijl het Frans van Jan Weber dik in orde is. Dat had ik ook niet anders gedacht. Ja, we zien 8 puntjes voor Yannick Franke. Geen punten voor Leon Williams. Rudy de Jong 1 op 4 schotten. Slechts 2 punten. Shalom Kloof 6 puntjes. Kerazi niet zoveel gespeeld. 2 punten. De Pachter
Niet in het veld gekomen. Akkerboom 9 punten. Schaftenaar 16. Hij is de topscorer. 6 op 11 schot. Nog 7 keer een rebound gepakt. Nicolas de Jong 2 puntjes. Robin Smulders 10 punten. 4 op 6 schot. En Henk Norel 8 punten. En tenslotte de captain Arvin Slachter met 5 punten. We zijn nu zo bij u terug. De ereronde, de applausronde, de bedankronde voor de mannen van Orange Lions. Mohamed Kerazi onder andere met Dunker de Leeuw. En ook met Higam Kerazi met zijn broer. En een neefje denk ik van Mohamed die even heel goed werd geknuffeld. En nu nog een keer. En Mo vindt het prachtig om ze allemaal weer te zien. Zijn natuurlijk al veel op reis geweest. De mannen naar België, maar zeker ook naar IJsland en naar Trento in het noorden van Italië. Peter van Noort komt straks bij ons de scouting ophalen. We gaan even zorgen dat ook de coach van Engeland snel de beelden krijgt van ons. En ook er van alles geüpload gaan worden voor de analyses. Om alle teams weer klaar te stomen voor de volgende speeldag. Ja, de muziek hier gaat een tandje minder. De ronde is gemaakt door de Orange Lions. Mensen praten na. Het is hier nog steeds gloeiend heet natuurlijk. Mensen gaan ook snel weer naar buiten om af te koelen of naar de lounge voor een koeldrankje. En lekker zet een lekker sfeertje. Goed de vierde kwart van de Orange Lions. Goed de wedstrijd afgemaakt. En toch alweer de derde winst op rij. Na een verlies van 3, 4, 5 op rij als ik mij niet vergis. Dus even snel moet tellen. Maar ze wonnen de laatste wedstrijd in IJsland. En vervolgens wonnen ze ook tegen Illinois natuurlijk. En nu dan tegen Groot-Brittannië. Dus net een streak. En wie weet kunnen ze er 4 van maken met de wedstrijd tegen Portugal. Verder gaat Nederland ook nog spelen in Estland. Ik dacht 2 keer daar tegen Estland. En op een heel sterk toernooi in Athene in Griekenland. Onder andere tegen Griekenland waar Nederland ook bij de pool zit. Straks in Zagreb op EuroBasket. 5 september gaat dat losbarsten. Zagreb de stad ook waar er een heel museum staat voor de legende Drazen Petrovic. Die zo jong overleed, de briljante speler van onder andere Cibona Zagreb, zeg ik even uit mijn hoofd. En later natuurlijk ook in de NBA, eerst bij Portland en toen bij de New Jersey Nets met Derek Coleman aan de zijne. Fantastische speler, in Europa ook, ik dacht bij Real Madrid gespeeld. Hier komt de scouting voor ons binnen. Ik heb hier zelfs voor mijn neus gehouden. Ik ga zorgen dat de verschillende mensen van de staf tot bij de beelden kunnen komen. Wij gaan hier het geluid weer even uitzetten. We gaan u hartelijk danken voor het kijken. Het is massaal gekeken. Meer dan 400 mensen tegelijkertijd via de livestream. Morgen weer en ook zondag. Morgen om 8 uur en zondag om 4 uur van het Leiden. Mijn naam is Arie in het veld. Nogmaals hartelijk bedankt. Orange Lions winnen met 69-63.